Ik kwam als klein jongetje al bij Bertus. Mijn vader deed altijd al zaken met Bertus' vader. Je kunt ook wel zien, dit zijn allemaal kunststof roosters, zie je dat? Omdat ze dan mooier en zachter staan, puur voor dierenwelzijn. Ze staan ook wel op beton, gewoon op betonvloeren, zeg maar. En als je op kunststofvloeren hebt, dan is dat zachter aan de benen, kunnen ze zachter liggen. Is alleen maar beter. Nou ja, staan we op mooie roostertjes, ze krijgen geweldig voer. En zo ontwikkel je gewoon een mooi jong rund met een mooie vetbedekking. Als een dier geslacht is, dan kun je pas goed zien wat de vetbedekking is, hoe bevleesd als hij is, hoe gespierd als hij is. En dan worden ze weer geclassificeerd, zeg maar. Het is allemaal jong, het is allemaal gezond, er worden geen medicijnen gebruikt, het is puur natuur. En dat is het mooie van rosé, omdat het jong is, ze gaan er automatisch geen medicijnen in. Dit ziet er prachtig uit, dan zeggen mensen van, oh, hier wil ik graag vlees van eten. Maar als je deze dier nou zou slachten, die zijn nog niet slagklaar, niet rijp genoeg, weet je wel. Dan krijg je een schoenzolenbord. Dus een dier moet je afmessen om een juiste kwaliteit te krijgen. Dat is niet anders. Voor de beeldvorming is het mooi. Ze hebben een prachtig leem, maar uiteindelijk moeten ze afgemest worden. Anders is het gewoon niet te eten. Maar de mens is al zo gewend aan de supermarktkwaliteit dat er van allerlei toevoegingen in zitten. Dat het 5 dagen gewoon prachtig mooi rood blijft. Maar dat is niet een natuurlijke manier. Dat is niet een natuurlijke wijze. In de Bijbel werd al aangegeven dat een kalf eigenlijk het beste is. Hè? Als er gasten kwamen, dan werd er een kalf geslacht. Dan werd er geen oude koe geslacht, dan werd er een kalf werd geslacht. En die definitie kalf en kalf, dat moet anders worden. Het is ook heel anders. Ze krijgen een mix van mais, granen, biks krijgen ze erbij. En stro, dat is de werking voor de maag, zeg maar. En dat is boer Bertus zijn specialiteit. Bertus doet heel goed zijn werk, zeer zeker. Dit is een hele mooie, ja. Kijk, heel mooi billenwerk bij deze, mooie rug erin, mooi bespierd.